30 inheemsen uit verschillende districten zijn tijdens een eendaagse training, verzorgd door GISdata, getraind tot dorpsonderzoekers. Het gaat om inheemsen uit de districten Para, Wanica en Komowene. Naomi Widana, GIS-trainer van het bureau FITS, gaat in op de inhoud van de training. GIS is een geografische informatiesysteem en het bestaat uit geografische data en demografische data. Geografische data, dan gaan we kijken welke faciliteiten in zo'n dorp zijn, waar de scholen zijn in zo'n dorp. En bij demografische gegevens, daar gaat het om hoeveel mensen in zo'n dorp wonen, hoeveel kinderen naar school gaan. Ja, dat zijn enkele voorbeelden. Bij geografische data, dan kan je bijvoorbeeld achterhalen dat bijvoorbeeld zo'n dorp geen school heeft. Je kan ook achterhalen waar de jachtgebieden zijn, waar de visgebieden zijn. En bij demografische data kan je bijvoorbeeld achterhalen hoeveel kinderen naar school gaan, wat voor traditionele beroepen de mensen daar in de dorpen uitoefenen. Chanakiba Basha van Kasipora zegt dat zij hebben geleerd hoe zij data na een enquête in een database kunnen plaatsen. George Anawankaru, GIS-medewerker bureau FITS, geeft aan dat de afdeling GIS ook belast is met het in kaart brengen van verschillende inheemse gebieden in geheel Suriname. Als we data gaan verzamelen, gaan we in het veld. En dat kost veel tijd en energie. We gaan in het bos, we gaan in het veld, in de gebieden, in de dorpen, de inheemse gebieden, waar we alle geografische data verzamelen. Ja. En in dit project, waarmee ben je belast? In dit project, we zijn bezig, we waren al bezig een database voor FITS op te zetten. Ja. En in samenwerking met de support van GISAT. Hebben we dat opgezet in 2017. En die database moet dus dan ingevuld worden. Het is belangrijk dat wij als inheemse onze eigen data kunnen verzamelen. En dat we dat ook kunnen gebruiken, want daarmee zouden we dan ook sterker, vooral met grondrechten. Kunt u misschien een voorbeeld geven? Als je in een dorp bent, en je kan aangeven dat er 500 mensen in het dorp wonen en dat ze geen school hebben, geen water hebben, geen stroom hebben, dan kan je die data van je database kan je makkelijk eruit halen, eruit lichten om aan te geven dat 500 mensen die kunnen blijven zonder enige voorziening. GIS-data wordt onderverdeeld in geografische en demografische data bestaande uit respectievelijk kreken, rivieren, jacht- en visgebieden enzovoort. Verder gaat het om het aantal dorpelingen en wat de basisvoorzieningen zijn in een dorp. De training is verzorgd in het Jan Starke Opleidingscentrum te Sanderij 1.